Meer dan 100 beroeps- en amateurrenners starten in Amsterdam voor een cyclocross. Het parcours van 8 kilometer dat in het Amsterdamse bos is uitgezet, moet 3 keer worden gereden. Al vrij gauw begint het moeilijke terrein. De wielen zuigen zich vast in de modder en er moet extra hard getrapt worden om in het zadel te blijven. Maar dit is eigenlijk nog gemakkelijk vergeleken met wat er volgt. Hier is het afstappen geblazen. En showen. En zorgen dat je bij de voorsten blijft. Zo moeten de deelnemers in elk van de 3 ronden meer dan 2 kilometer tippelen. Maar daarvoor is het dan ook een cyclocross. Aan het eind van de 3e ronde weten zich 4 renners uit het peloton los te maken. 2 professionals en 2 amateurs. En het is een amateur die in de sprint het snelste is. Vaanhoff uit Amsterdam.